Yo, wat een beste kijkers en welkom terug bij een nieuwe co-op seizoen. Ik ben vandaag hier met Wouter en we gaan weer lekker spelen. We hebben al 2 potjes gewonnen, dus dat ging goed. Maar om natuurlijk helemaal in het WK-sfeer te komen, gaan wij vandaag spelen met jullie zien het met het Nederlandse elftal. Yeah. En we gaan eens dus even weer mooi die 3 punten pakken. Dat is wel de bedoeling, hè? Dat is wel de bedoeling. Mooi. Oké, dan gaan wij een tegenstander zoeken. Dit is het elftal, links hebben we... Lens, rechts hebben we Robin. Ja, maar waarom heb je nou niet links Robin en niet rechts? Nee, het is de bedoeling eigenlijk dat ze geen voorzetjes geven. Maar het is meer de bedoeling dat ze... een beetje ja, ego, hè. Dat ze een beetje van die afstanden kunnen schieten namelijk. Yes. Dus ja. We gaan kijken. En dan moeten we straks tegen Spanje. Dat zal wel leuk zijn. We gaan dus natuurlijk nog steeds voor de ongeslagen divisie, hè? Ja, zeker. We hebben 6 punten nou. En we moeten er 10 hebben om de promotie te maken. En we moeten er 13 hebben om de beker te winnen. Of de beker. De titel. Ja, we gaan natuurlijk altijd voor de titel, hè? Dat doen we. Dat is wel de bedoeling, hè? Ja. Oké. Persoonlijk vind ik Nederland, als ik ze bij de aftrap doe, niet heel, heel lekker spelen. Maar wie weet. Tegen wie spelen wij? Engeland! Engeland. Oh. Oeh. Het gaat op zich wel tegen elkaar op. Sowieso, ja. Hoe heet hij? Oh, we spelen ook met z'n tweeën. We hebben in ieder geval een breker op het middenveld. Dat is de Jong met zijn karaterschap. Dus dat moet wel lukken. Oké. Oh. Nou, dus weer dus een... Hoppakee. Een trickmeister. Wow. Oh, dat is een beetje te hard. Even kijken. En boom. Oh, niet weg, hè? Oké, 100. Lekker. Nou moet je denken... Wat? Wow, huh? Yo. Ik loop dan? Gewoon, hè. Ik druk alleen maar naar voren toe en ik druk verder geen knop in. What the fuck? Zo. Oké, terugspelen. Oh, kut. Oké, dan ga ik naar onderen. Nou ja, maakt niks uit. Dat was een mooie thing, hè? Kom op. Ja, die is voor ons. Oké. Snel passen. Nee, dat was niet mijn pas. Oh, ik kan hem net niet meer. Oh. Yes. Nee. Oeh, netjes. Even kijken. Als het goed is. Ja, van Persie, die is niet zo snel. We hebben in ieder geval nog een voordeel. Dus. Oh, ik ga tweede paal. En boom! Oh! Ja. Nee. Oh, zonde. En wat doet hij dan? Hij is er niet meer. Oh. Hij was eventjes voet. Hij was even voetsie. Nou, die heeft Jan Maat wel. Oké, even kijken wat ga ik doen. Ik zie daar boven heel veel ruimte. Oh, dit was stom. Onder. Ik wou maar via deze kant. En nu. Ja, oh. Zonde. Hij is er niet. Oh, even druk zetten. Hoppakee. Yay! Okay. Dat was ook niet leuk om zo te winnen. Ja, dat is natuurlijk wel. Nou ja, winnen. Misschien zo'n fucking prof. Ja. Oké, ik ga voor mezelf hoor. Ja. Hup. Oh! Ja, rebound. Ja. Oh! Ja. Oh! En weer spelen we met Robben, hè? Oh. Bijna weer een kopbal voor Rob. Eerst met Bayern en dan met dit. Holy shit, man. Kom op nou. Die heb jij wel. Oh. Nee, ja, nu heb ik hem. Oh, fuck, ik had hem toch niet. Nee. Zo, ja. Even rust, ja. Boom. Nee. Zo, boven. Zo, even zo. Bam. Oh, hij was eigenlijk op die in het midden bedoeld, man. Zo, even terugspelen hoor. Bam. Onder. Ja, nice. Hey! Ik wil hem naar die back spelen, man. Zo. Kijken. Speel jij trouwens met radar of zonder radar? Zonder. Oké. Okay. Ik ook altijd hoor. Ik vind het een beetje irritant, die radar. Ja. Nee. Oh, ja, nog wel. Mooi hoor. Ja? Nee, niks meer. Wat een overtreding. Een overtreding? Ja, hier. Oh. Poep. Huh?
Nee, ik dacht al, het was gewoon uit het spel. What the fuck? Oké. Ja, oké, die is voor ons, die is voor ons. Hij liep, hij ging precies de keeper precies op tijd uit laten komen. Nou ja, maakt niet uit. We hebben in ieder geval een hoekschop. Ja, ja, ja. Nee. Ja, ja. Ja, hoor. Ook weer zo'n klungelgoal, maar die zat er echt mooi in. Nice. 1-0 voor Nederland, jongens. Oké. Leek net de eerste goal van heel het seizoen. Wat de fuck hier? Woep. Mis. En ja, hoor. Ik loop een bekante goal in hier. De Vrij ook nog, weet je wel. Gewoon een centrale verdediger. Holy fuck. Die was nice. Ja, die was netjes. Nou, hij was eigenlijk helemaal niet netjes, maar dat is wel goed. Die moet jij wel hebben. En in één keer kaatsen. Ja, lekker dan. Ook de andere kant openen. Wacht hoor, wacht. Ja, zeker. Maar ik heb wel echt een speciaal trucje met afstandsschoten. Als je via de buitenkant komt, die score je eigenlijk altijd. Ga ik daar eens even proberen. Wat de fuck? Ik zou net zeggen. Oké, bam. Ja. Oké, wie was dat? Geel. Ja, natuurlijk, die jong weer. De breker op het veld. Oude herinneringen komen naar boven. Oké, ik zit het muurtje zo te zien. Dus... Oh, kan ook, ja. Krachtig ingeschoten. Oh, dat was een beetje lag. Kom op, kom op, kom op. What the fuck? Hij is voor ons. Oké. Kat. Oh. Komt wel goed, schatje. Zo. Zo, even een speler omgegooid. Ja. Naar binnen komen! Oh, ja, ja, kom op, kom op. LT nou. Oh. Oh, jammer. Wow, dat was even een kopbal. Nou ja, een kopbal die in ieder geval weggaat. Ja, belangrijk. Kon hem ook niet sliden en zo, dat soort dingen, want hij heeft een gele kaart. Ja. Wat de... Oh. Tja. Pak hem, pak hem, pak hem. Oh, die heb jij wel. Oh. Voor mij. Boven. Ik... Ja, ja, ik zie... Oh. Nee, buitenspel. Ja. Was het nou nog een overtreding? Nee, toch? Even kijken hoor. Nee. Nee. Toen kwam er trouwens ook best aan sliden, man. What the fuck? Wat doet hij nou weer? Als jou wordt denken, oh nee, we staan 1-0 achter, oh jee. Of hij liefst weer net als die andere. Ja, what the fuck, man. Oh. Ja. Ja, ik riep, nee, nee. Ja, ja, ja. Oh, Lens. Slow me. Harry. Kijk hoor. Zo ja. Oh. Oké, komt ie hè? Mijn afstandsschot. Ja. Oh! Oh! 2-0. Bam! Zo. Oh, what the fuck man. Die ging was ook nice. Ja, dat was dus dat trucje shit. Wat ik net zei hè, van die afstandsschoten. Dan moet je naar binnen komen en dan moet je een speciaal soort richten. Ja, eigenlijk ben altijd zo. Ook nog binnen. Ja hoor! Hij heeft zich opgewekt wegens zijn gebrek aan spelers. Lol. Wat is dat dan joh, gebrek aan spelers? What the fuck man, wat slaat dat op? Gebrek. Holy shit. Nou mensen, dan gaat dit blijkbaar een iets langer worden, want we gaan natuurlijk gewoon weer eentje spelen. Want ja, dit was een beetje een korte ronde hè. Maar wat betekent dat gebrek aan spelers? Zijn ze allebei geliefd of zo? Dan is er gewoon eentje geliefd waarschijnlijk. Dus ja, of eentje, nou, ja. Nou, ja. Ze kunnen ook niet goed tegen hun verlies. Nee, maar bam, nog één punt. En we hebben sowieso al promotie, maar we gaan nog eens spelen. We gaan nog een keer met Nederlands elftal spelen. Ja, ja, ja. Van what the fuck. Ja. Dat ging echt wel... Ja, jongens, dit was een extra lange aflevering. Maar dat maakt niet uit. Zolang jullie maar een beetje fun hebben. Ik denk dat ik even een kleine wisseltje ga doen, trouwens. Ik zet denk ik even... Nee, die wil niet wisselen. Nee, spelerselectie. Ik zet even een hele kleine wissel. Ik zet even de Pai erin. Ja, dat zat ik ook aan het in plaats van Lens. En dan gaan we in ieder geval weer een tegenstander zoeken. Yes. 3 winst, hé. We doen het goed. Maar kom maar op, zij 2-0. Echt Engelse mensen weer, hè. Ja. Nou.
Kijk, als we deze winnen, staan we op 12 punten. En daarna moeten we eigenlijk nog één gelijk spelen in principe. En dan hebben we de titel. Ja, maar die gaan we natuurlijk gewoon winnen. Ja, we gaan alles winnen. We proberen het in ieder geval. Ja, het gaat om nu toe. Ze zijn nog niet echt heel goed waar we tegen hebben gespeeld. Nee, maar ja, wat ik zei, het is de eerste divisie. En ze kijken naar de sterrenaantal, hè? Ja. Dus ja. Oh, weer mis. Dammit. Maar ja, tegen wie zouden we nou moeten? Ik gok op een Frankrijk. Ik weet niet waarom Le ik zeg France, maar wat. Dan zeg ik Duitsland. Nee, het is weer Engeland. Manchester. Van Persie tegen Van Persie. Oh, Manchester. Zo, hij denkt ook gelijk even. Kom op. Ja. Oké, een beetje optimistisch. Juist, ja. dit is een beetje een ego-tripper om zo te zeggen. Ik speel hem naar links. Yes, ik dacht ik al. Oké. Oké, ik ben Vlaar. Nee, ben je ziek buitenspel. Waar sta je? What the fuck? Hoe sta jij daar helemaal, man? Holy shit. Kijk dit dan. Dude. Ik zal er even op letten. Oh my god. Oké, onderschepping. Rust aan de bal. Nee, wat een aanname. Ik kon niet eens iets met de bal doen. Boom. Zo. Nice. Mijn bal! Afblijven! Mijn bal! Vergeet mijn bal! Mijn bal! Kom op, laat de kleine snel eens even de bal houden, man. Nee, grap, ik zal het nog niet doen bij 0-0. Wow! Wat een skills, zieke skills, jongen. What the fuck? Zo is die. Ah, oké. Kan midden. Kan ook buitenkant, want ik sta. Klokken. Up. Yes. Ja, hij staat helemaal vrij bij de puntenstip. Ja. Oh, wacht. Rustig. Niet naar voren. Maar. Ja, rustig. Dat is anders. Dat is weer jammer. Ja. Dat had ik in de gaten. Kies rugdekking. Boom. Nice. Ik ga toch weer een keer mijn afstandsschot proberen dan. Kut. Wat denkt hij? Zo. Oh, hij wil zo spelen. Holy fuck, man. Maar trouwens, ze spelen stond naast de goal. Ja. Die stond daar helemaal. Nou ja. Zullen waarschijnlijk ook met z'n twee zijn. Denk ik wel. Oké. Nee. Nee. Weg die bal. We zijn eigenlijk nog nooit op achterstand gekomen in deze serie. Nee, klopt. Moeten we even zwouwen. Oké. Ja. Oké, nice. En nee. Ja. Naar boven. Oh, jammer. Die is voor... Oké. Die is voor mij. Oh, nee, niet dus. Ja, hij gaat hem steken. Holy fuck. Oh, je hebt een keeper wel. Ja, de keeper mooi. Ja. Wat? Dat was een beetje te hard. Oh, die staat ook een lekker dik buitenspel. Nou ja. Nou, die pik ik niet, hoor. Hey, what the fuck? Dat is weer zo'n speler, dus oké. Nou, dat is een beetje. Oh my god, dat is gewoon zo'n trickster. Nou ja. Oké. Zal dus iemand een beetje goed gaan overspelen? Dat is het belangrijkste. Zo. We zijn nog niet heel veel aan de aanvallen toegekomen, maar daar gaat nou verandering in komen. Oh. Nee. God. Wat de? Wow. Wat is dit dan? Nee. Oh. Van Persie die scoort ook nog tegen Nederland. What the fuck? Oké, wat eerst op achterstand, jongens. Kom op. Oké. Ze stonden ineens ook 4 tegen 1 of zo. Ja. Voor mij deed ik per ongeluk buitenspel val, maar ja. Kan gebeuren. Oh jongen, nou ben ik echt even. Nou ben ik er klaar mee, jongen. Oké, kom, we gaan gelijk even. Ja? Oké, die pik ik niet, jongen. Oh. Penalty. Wat gebeurde? Ja, dat. Huh?
Oh nee, voor hun. Jones, oké. Okay. Nou, mooi plekje. Oké, okay, ik zie daar een speler die staat helemaal vrij. Ja, waar? Bij het penalty stip. Of hiervoor? Nou, ik schiet er gewoon naar voren. Komt ie. Ja. Ja, ja. Oh. Oké, opvangen. Oh, dat is hij dus al. Hier moeten we de bal niet verliezen. Hij gaat hem steken. Ja, zag ik al aankomen. What the fuck? Holy shit, man. Oké, okay, boven. Zat hij. Oh, nee, nee, nee. Oeh. Oké, gewoon lekker tikketakkie doen. Oké. Ja, ja, ga diep. Ga in de gat. Ga in een gat? Ga in een gat? Ga in dat gat, zei je. Oh! Oh! Oh, jammer. Holy fuck, man. Oh. Nou, ik had hem ook nog naar rechts kunnen spelen, maar ja. Moet er nou een beetje... Oké, okay, dit gaat hem worden. Jawel! Oh, hoeveel passie scoort. Haha, nice. Zie je mij ook gaan, hey. Hier. Weet je wat pas lullig had geweest? Dat hij tegen mij opkwam. Dit klinkt... Ja, ja, nee, klopt. Maar bam, jongens, 1-1. Kom op, dit moet toch kunnen. Dan gaat hij natuurlijk weer helemaal naar voren spelen. Maar valt mee. Laat hem maar komen. Heeft hij daar weer een of andere zieke afstandsschot 10 meter over? Aha. Oh. Aha. Oké. Okay. Aha. Okay, wacht. Nee. Wat doet hij nou? Oké, kut. Huh? Wow. Is voor jou. Nee, niet keep, niet. Oké. Okay. Ja, sorry, ik zag geen andere speler waar ik naartoe moest. Nee, maar niet. Zeker voor het onzeker. Ja. Zolang we die ongeslagen divisie 5 maar doorkomen. Kom. Oh! Nee! Oh, Rooney. Wat doe je ons aan? Holy fuck, San. What the fuck? Wat doen hun dan? Weet je niet. Zit elkaar te fuck of zo. Ja, dat even kijken, hoeveelste minuut is dit? Kom op, man. Hey, op een of andere manier kan ik niet doorspoelen. Nee, ik doe ook al aan, maar ja. Oké, okay, 38 minuut, mooi. Even terugspelen. Oh. Nee! Maar ja, ze komen niet door mijn drukzetting heen. Oh, wow! What the fuck doe jij? Dude! Wat denkt hij? Boom! Beast FC. Oh. Oh. Oh nee. Oké, okay, nou spelen, goed zo. Ja, ik denk, maak zelf al de special effects, dan hoef je die niet achteraf aan toe te voegen. En ik ga diep. Ja, rennen. Kom op, man, ouwe fans. What the fuck? Oké. Okay. Nee, ik heb hem. Ja, dat wist ik wel. Zo. Wat vind je daarvan? Nou, niet zo mooi, want ik heb hem niet meer. In één keer. Nee, niet buitenspel toch? Nee. Kon naar binnen. Oh. Ja. Oh. Zo, wat doet hij dan? Nee, ja, speel maar. Ja. Oh, kut, dat was geen buitenspel. Nee, die heeft hij wel. Oké. Okay. Oh my god. Hé, hey, de radar staat in één keer weer aan bij mij. Dat is lollig. Oké, rustig. Nee. Rustig. Nee. Oh, zonde. Oh, ik zet er weer druk met B, hè. Kom op. Natuurlijk gaat hij weer met de keeper spelen. Zop. Komen wij erop af, Pastium? Nee! Oh, ik wist het. Schieten. Oh, kut mensen. Okay. Oh, ik moest gewoon aannemen en geplaatst schot doen, denk ik. Oh my god, man. Serieus. Oh, damn. We moeten even een schepje erbovenop. Ja, sowieso. Ik ga even kijken. Ja, ja, wedstrijd hervatten, man. Het gaat in principe, ja. We kunnen daar Jan maar lenzen nog inzetten. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar sowieso veel positiespel nou gespeeld. Ja. En niet onnodig balverlies. Nee.
Dus ja. We shall see. Yes. Nog steeds mogen we dit niet weggeven. Nee, echt niet. Hij gaat wisselen, zie ik. Zet hij een ander erin? Wat meer snelheid? Even kijken. Nee. Wie is dan nog in Lawrence? Oké. Dus veel tiki-taki. En gewoon wachten totdat we die echt kansen krijgen. Zo ja. Terug. Laat maar. Nee, buitenspel, god. Oh, huh? Ja. Oh, ik pas hem. Geen buitenspel. Niet te snel denk ik dat het buitenspel is. Ja. Wat deed hij dan, joh? Oh, zwabbe bal. Oké, die heb ik wel, deze. Dan ga ik op. Yo, geef je rug. Oké. Nee! Ik kwam net... Ja, hij zit er snel bovenop, dus je moet snel mogelijk spelen. Die is voor mij. Oh. Kom op. Boom. Ik heb hem. Oh nee, jawel, ik heb hem wel. Nee, jawel. Ik ga ervoor. Oh. Zo ja. Zo, onder, ja. Oh, wacht, oeh, nee. Ik had hem nog bijna. Kom op. Yep. Even terugspelen, even rust. Nee! Oh, nee. Nee, gaat niet gebeuren. En zo ja. Nee. Laten we gaan. Nee, moet een bal in mijn ploeg gaan. Zo. Oh, hey, om mezelf. Voor mij. Onder. Ja, maar. Ja, buitenspel. Ja, ik zag het. Kut. Holy fuck, man. Oh. Oké, dit moet toch lukken? Kom op. Ja, ik dek hem en nu kan hij niks. Nou, speel maar. Goed zo. Oké, in één keer. Oh. Is voor mij, vriend. Oké, rustig. Zeker. Oh. Nou ja. Maar wel een... Lol, en rent van Persie erheen en weet je al om in te gooien. Ja, daar. Ja, die ja. Kijk, boven. Oh. Oké, kom. What the fuck, waarom staat hij daar helemaal? Holy fuck. Flik hem maar. What the fuck, man? Oh, okay. Holy fuck. Oké, kom op. Ja. Oh. Schieten. Oh, dat was te langzaam, jongen. Oh, dit. Holy fuck, man. Dit vergeef ik mezelf niet. Wegkoppen. Bam. Oh, dit is veel te spannend. Ja, oké, mooi. Iets voor ons. Oké, snel spelen. De spelers zijn hier nog. Hup. Oh. Oké, onder. Oh. Oké, come on. We moeten nou even snel scoren een keertje sowieso. Oh, ik wilde echt niet verliezen dit. Ja! Oké, maak hem. Oh! Oh, fuck. Oh, kut. Spelen. Ah, ik werd gedrukt, man. Dat is toch een overtreding. What the fuck? Oh, ik werd gewoon fucking gedrukt. Holy shit, man. Yep. Ja. Bam. Oké, nice. Nee. Shit. Oh, zonde. Dit. Oké, ik ga even een wisseltje doen, want nu kan je jou niet meer. Oké, Lens. Ik zet sowieso Lens erin. We vragen de goden om Lens. Alhoewel, ik kan het ook anders gaan spelen. Ik kan ook zeggen van ik ga op stelling. Ik denk dat we iets aanvallender moeten gaan spelen. Ik denk dat wij gewoon deze positie gaan spelen. 3-4-3 of zo. Ik heb genoeg tijd, hoop ik. 17 seconden. Ik denk dat ik het niet red. Nee. Dezelfde hebben we. Oh, wacht. Deze volgens mij. Nee.
Nee, fuck it. Ik zet gewoon de Lancer in. Ja. En dan moeten we gewoon even aanvallende gaan spelen. Even instellen, aanvallen. En anders dat nog niet wel, zet straks gewoon een keer de Huntelaar in. Ja. Oké, vers bloed. Oh, nee. Jij erop af? Oké. Yes. Dit gaat niet gebeuren. Nou mooi. Weet je wat ik dan doe? Wissel ik ook nog een keer. Dan zetten we gewoon Huntelaar in. Ja. Kijk, dan hebben we nog een beetje snelle speler erin. Ik zet ook wat meer kracht in. Ik haal Van de Vaart eruit en ik zet Leroy verder in. Eeuw. En wat meer kracht erin zetten. Dus ja. Alles voor de win. Ja. We hebben dan maar een gelijk spel, maar ik wil sowieso niet verliezen. Komt ie. Op jezelf. Oh. Nee, we gaan gewoon echt voor de win. Even kijken, kom maar op. Pak hem. Oké, mooi. Dus, ja, laat hem maar gaan. Mooi, we hebben in ieder geval de wissels. De wissels. Je weet, Huntelaar is een echte 16 meter spits. Yes. We hebben in ieder geval meer lengte. Oké, come on. Nou, okay, bam. Hoppakee, okay, verlengd. Oké. Okay. Robben heeft de bal. Ik zit 16. Ja. Ja, en ook nog ver, weet je wel. What the fuck, man. Die was echt nice. Oh, yes. Hier, woep. Er stonden gewoon twee man, weet je wel. Pop. En hij stond gewoon fucking vrij. Nice. Oh, jongens, we staan weer gelijk. Oké, dan gaat hij waarschijnlijk heel snel naar voren rennen. Dan gaan we even voor de win. Oké, een schepping. Rustig. Tik. Oké. Het is dit, vrij trap. Rustig, laat me gaan. Niet nemen. Jawel. Maar niet uit. Die wordt voor ons. Wat doet hij dan? Oh, okay, laat me gaan. Heeft hij niet meer. Oké, rust. Oké, gaan we weer hetzelfde doen. Ja, ik speel weer dezelfde positie op. Even kijken wat weer wil. En dat is naar Robert toe. Yep. Alles voor de win. Ah, nou kon ik hem niet verlengen. Komt-ie. Wat, ik druk dan een paar keer A in. Holy shit. Hier. Oh, come on, Robert. Holy fuck, man. Nee, nou wordt hij voor ons, jongen. Kom op. Oké, nice. Nee! Ah, dat is zonde dan, hè? Godsam. Maar mijn is uit. We doen onze best. Kom op. Deze wil ik zo graag winnen. Oh, we zitten snel. Zonde. Oké. Tikken. Ja, ik moet... Hij gaat sowieso niet nog een keer scoren. Echt even... Ja. Oké. Nice. Zien, ik ben. Je bent Huntelaar. Oké, come on. Dit wordt hem, jongen. Nee! What the fuck, dat was te langzaam. Holy fuck. Oh, zonde. FIFA, zo. Oké, naar voren, bam. Naar voren, bam. Oh, dit is zo. Nee. Kom, pak de bal. Ja. Come on. Oh, en ook nog met z'n tweeën ernaast, weet je wel. Ja, dit was dan. Nou ja. Ah, shit. Hey, we zijn wel twee keer op achterstand gekomen. Hey. Dat wel. Dat bedoel ik. Dus ik vind het nog wel netjes. Hey. Mensen, dit was even een iets langere aflevering dan de bedoeling was. Maar ja, hoop ik vonden jullie het leuk. Vergeet niet even een belangrijke blauwe duimpje. En dan zien we jullie bij de volgende FIFA weer terug natuurlijk. Wouter, weer bedankt. Yo. En... we hebben in ieder geval de divisie gehaald, sowieso. Promotie hebben we. Maar we gaan natuurlijk voor de titel. Tot de volgende keer. Later.